Hey guys, ik ben hier vandaag met Laila. En Laila stuurde mij een paar maanden geleden een berichtje toen ik de vegan challenge aan het doen was. Toen stuurde ze me een e-mailtje van, hey, ik ben veganistisch, dus ik kan heel goed koken. En ze dacht van, misschien is het wel leuk als we samen een kookvideo opnemen. Dus we zijn hier vandaag om een kookvideo op te nemen. En we gaan een veganistisch recept maken. Wat gaan we maken? Vegan chili, zonder carne, sin carne. Ja, dus zonder het gehakt wat er normaal doorheen zit, toch? Ja. Maar wel met heel veel bonen. En wat zit er nog meer in? Echt allemaal hele lekkere dingen. Dus gaan we eventjes de boodschappen doen. Dus we nemen jullie mee naar de supermarkt. We gaan aan de slag. Ik laat Laila de leiding nemen, want dit is dus haar recept. En we gaan kijken hoe we deze vegan chili gaan maken. Om te beginnen snijden we een uitje en een knoflook. We gaan één ui in, maakt niet zoveel uit welke ui. En terwijl ik dit doe, gaat Teske de olie in de pan doen. Ken je de truc van de rode peper? Nee. Heel veel mensen vinden de zaadjes te pittig. Dus ja, lekker ruikt door zo te doen. Wow. Dan zijn ze er. Zijn ze er nu allemaal uit? Ja. Dan is die peper dus veel minder pittig. Ja, want de zaadjes zijn eigenlijk het pittigst. Nu is gewoon die peper helemaal leeg. Er zit geen zaadjes meer in. Super grappig. Ja, handig hè. Nou, mag je de uitjes in de pan doen? En de knoflook ook bij mij? Ja, mag er ook bij. Dan mag jij een beetje roeren. Daar slepel doe ik de chili snijden. Zo'n lepel komijn. Yes. En nou moeten we opletten, want dit is best wel makkelijk aan te branden. Maar het moet wel even goed aanbakken, dan smaakt het sterker. Wat ik ook lekker vind, in principe hoeft het niet. Je zou alleen dit kunnen eten, maar je kunt het altijd wel lekker met rijst. Dus we zetten een pannetje met rijst. Bom. Jij mag, als je wil, wat koriander snijden. Dan doen we wat yoghurt in het bakje. Ongeveer 150 gram. En wat nu in het bakje zit, dat is sojayoghurt. Dus we zeggen yoghurt, maar het is natuurlijk geen echte yoghurt. Weet je, superveel mensen gebruiken alleen dit witte deel. Ja, zo iemand was ik. Zo iemand was jij. Zo iemand was ik. En toen zei Mertens op een gegeven moment tegen me van, maar mijn moeder gebruikt ook altijd dat groene. Ja. En toen zei ik, Ik wist helemaal niet dat je dat kon gebruiken, dus vanaf toen gebruikte ik ook het groene gedeelte van de bossen. Nice. Perfect. Nou, die mogen in stukjes. Looks yummy. Klaar. Ik strijk met de eer, maar ik heb bijna niks gedaan. Het ziet er echt super lekker uit, dus ik wil echt zo snel mogelijk gaan eten.
het eindresultaat verschil mag er zijn. Nee, we hadden gewoon niet meer genoeg een groot woord over. Ja, proeven, ja, denk ik. Maar het ruikt en het ziet er al zo lekker uit dat het gewoon bijna niet kan dat het niet lekker is. 3, 2, 1. Mmm. Super goed gelukt. Dit is echt lekker. Ik vind het grappig, want hij is wel een beetje pittig. Mm-hmm. Maar dat proef je echt pas, zeg maar, als je het al bijna hebt doorgeslikt. Ja. Mocht je nou echt niet van pittig eten houden, moet je gewoon een chilipepertje weglaten. Of je vervangt het door een 1 theelepeltje chilipoeder. Dat is ook minder pittig. Natuurlijk, als je de limoen eroverheen knijpt, dan is het minder pittig. Oh ja, tuurlijk. Het is echt heerlijk gelukt. Ik denk dat wij het met heel veel plezier gaan opeten. Ja, ik wil jou heel erg bedanken voor het maken van dit recept met mij in de video. Ja. Ik vond het echt mega leuk om een keertje met iemand te koken die gewoon fulltime veganistisch is. Ik ben wel vegetariër en ik eet soms veganistisch, maar niet elke dag, weet je wel. Dus het is altijd super chill om weer nieuwe, lekkere receptjes te krijgen. En dan gaan wij het lekker opeten. Bedankt voor het kijken naar de video. En ik zie jullie morgen weer. Hartjes! Hartjes! Doei! Laila heeft hier een super mooi plaatje gemaakt met alle ingrediënten erop. Die zal ik straks nog eventjes in de video plaatsen. Maar we hebben ook eigenlijk van alle ingrediënten de goede eigenschappen. Dus waar ze goed voor zijn. Want eigenlijk dit gerecht is voor wanneer je vegetariër bent, of veganist, of vleeseter, is het een heel volledig gerecht. Dus alle voedingsstoffen die je nodig hebt, zitten in dit gerecht. Ja, nou, er zit vooral heel veel zoete aardappel in. In 1 zoete aardappel zit 100% van je dagelijkse behoefte aan beta-carotene. Wat is eigenlijk vitamine A aanmaakt in je lichaam, waardoor je immuunsysteem en je afweersysteem goed werkt. En zoete aardappel bevat ook heel erg veel vitamine C en A. En dat zijn vitamines die heel erg goed zijn voor je huid. Dus daar krijg je hele stralende huid van en het stimuleert de collageen aanmaak. Dus voor de beauty lovers onder ons, heel goed voor je huid. Daarnaast zit er heel veel magnesium in. Dat is een soort van anti-stress middel. Je wordt er heel kalm van en je krijgt er gewoon een goed gevoel van. Avocado. Jullie avocado. Doordat in het recept avocado zit, wordt de beta-carotene uit de zoete aardappel extra goed opgenomen. Dat komt door de vetten die erin zitten. De enkelvoudig onverzadigde vetten die erin zitten. Oké. Ja, dus dat is eigenlijk heel erg handig. Zo haal je meer vitamine uit de groenten die je eet. En avocados bevatten ook heel veel omega-3 vetzuren. En die zijn weer heel goed voor de hersenen. Dus als je mooi proefwerk hebt, moet je avocados eten. Kidneybonen, dat zegt de naam eigenlijk al. Kidney is goed voor je nieren. En het heet het daarom zo? Ja, dat is echt. Ja, daarom waarom het kidneybonen heten. Wat grappig. Of het lijkt heel erg op nieren, dat zou ook kunnen. Oh ja, dat zou ook wel kunnen. Maar ja, het is goed voor je nieren en voor je spieren. Omdat ook hier weer heel veel magnesium in zit, net als in de zoete aardappel. En zwarte bonen, die zorgen ervoor dat je bloedsuikerspiegel in balans blijft. En ze bevat ook heel veel eiwitten. Dus dat is echt perfect als vleesvervanger als je geen vlees wil eten. En sowieso, volgens mij zijn kidneybonen dat ook. Ja, hè? Eigenlijk alle soorten bonen en pulvruchten zijn echt super goed als je geen vlees eet. For me avocado. Maar het ergste is de guacamole. Guacamole. Oké. Perfect.